Lezen met fouten. Wat gaat er dan mis? Oké, het is weer zover. Ons dagelijkse leeskwartiertje. Ik herhaal voor mezelf even. Oh ja, positief blijven, kalm blijven, begripvol blijven. Want samen lezen moet wel leuk zijn, anders leert hij er niks van. Hoe leuker het is, des te meer hij leert. Prima, ik heb het goed in mijn hoofd zitten. We starten op bladzijde 11 van het boek Ouders zijn gek van Janneke Schotveld. Het geeft al wel aan die titel hoeveel wij ervoor over hebben om ons kind goed te leren lezen. Ik heb gelukkig wel gezien in de recensies dat de ouders in dit boek juist super slim zijn. Dus dat is dan ook weer fijn om te weten voor de afloop. Ik adem nu een keer rustig in en een keer rustig uit. En ik geef een knipoog aan mijn kind die ondertussen flop in de bank naast meneer ploft. We zijn er klaar voor. We gaan starten. Kindlief start met lezen op een monotone stem. En dat geeft hem al wel aan dat hij al genoeg moeite heeft om überhaupt de woorden uit zijn mond te krijgen. Laat staan dat hij ook nog een beetje leuk voor kan lezen. Dus dat laat ik gaan. Nee, doe geen moeite, roept mama paniekerig. Tuurlijk, doe dat even. Laat toch niet sjouwen, Tas. Oké. Adem in, adem uit. Dit is het dagelijkse verhaal met het lezen. Woorden als paniekerig, die komen er zo uit. Maar een woord als een, het, de, tas, u, ik, juist die kleine woordjes, die slaat hij gewoon over, die leest hij niet. Ik snap er helemaal niks van. Het is om helemaal ook gek van te worden. Doet hij niet goed zijn best? Is hij gewoon niet geconcentreerd? Is die gewoon te snel? Ik kan je vertellen, het is geen van drieën. Ik ben Connie van Lees van jijkanleren.nl. En juist dit soort leesfouten gaan eigenlijk buiten de schuld van je kind om. Die hebben nog te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb ze hier schematisch voor jullie neergetekend. En als je kijkt naar de hersenen, op het moment dat je geboren wordt als baby zijnde, dan zijn je hersenen nog niks meer dan gewoon een homp met vlees die in die schedel zitten. En alle verbindingen die daar moeten komen, zodat jij bewust kan lopen, kan zitten, kan staan, kan praten, kan leren, die moeten in de loop van de tijd allemaal nog aangelegd worden. Wat er wel werkt, zijn primaire reflexen. En die zitten in de hersenstam. Die primaire reflexen zijn automatische bewegingen. En we kennen het allemaal. Je legt je vinger in de hand van het kind van een baby, en het vuistje gaat dicht. Je ruist over het ruggetje van de hand en de vingertjes gaan weer open en je vinger is weer vrij. Die reflexen die zijn heel belangrijk, A, om geboren te worden en B, om te overleven als je net geboren bent. En het is de bedoeling dat juist doordat die reflexen hun werk doen, dat de baby veel kan bewegen en gaan doen en dat daarmee die reflexen onder controle van de grotere hersenen komen. En dat ze dus eigenlijk geen invloed meer hebben op het handelen. Dat gebeurt alleen heel vaak niet. En een reflex waar ik het vandaag over wil hebben, is die reflex dat als je jonge kinderen ziet fietsen met hun ouders en ze kijken op naar papa of mama, dat dan hoppa, het stuur die kant uit gaat en het kind schiet of zo de kant van de weg in of zo midden de weg op. Ja, menig ouder heeft er al wel een hartverlamming van gekregen. Dat is dezelfde reflex. We noemen hem de ATNR, maar dat is niet zo belangrijk. Dezelfde reflex als die speelt bij het leesprobleem dat je kind nu heeft. Je kind vergeet kleine woordjes, maar door die reflex, die eigenlijk bij 2-jarige leeftijd al weg had moeten zijn, hè, onder controle van die hersenen had moeten zijn, die zorgt ervoor dat je kind moeite heeft met de kruising van de middenlijn. En als we gaan kijken naar lezen, dan moet je continu over die middenlijn heen met je ogen. Dat gaat al lastig. En je ogen hebben dan ook nog moeite om iedere keer de juiste regel te vinden. Dus je kind die leest even, die knippert met zijn ogen en begint gewoon op de verkeerde regel. Het zijn allemaal dingen die kunnen. Het positieve is dat het dus gewoon op te lossen is. Het is helemaal geen groot probleem. Het kan opgelost worden met eenvoudige bewegingsoefeningen. En als je daar dan meer over wil weten, als je heel graag wil dat jouw kind eindelijk gewoon goed kan lezen. Nou, en niet dat je... Dat wil je, maar je wil ook dat hij leesplezier heeft en dat je echt samen plezier kunt hebben.
Ja, zodat ook jouw irritaties weg zijn en dat je niet meer gek hoeft te worden van onbegrip van hoe kan dit nou? Neem dan contact op met mij en dan gaan we samen bekijken hoe we jouw kind van deze leesfouten af kunnen helpen. Serieus waar, in een aantal maanden is dat gebeurd. Jij hebt je interesse om je kind ook goed te leren lezen? Kun je meer informatie of vragen via mijn website jijkanleren.nl, maar je mag me natuurlijk ook gewoon direct bellen of appen via 06-138-37-630. Dankjewel voor je aandacht en ik hoop je te spreken. En ik wens je nog heel veel leesplezier toe samen met je kind.